Er waart hier een nieuw woord door de kamer, namelijk een boekensteintje. Wat houdt dat in, een boekensteintje? Het Kamerlid Arend-Jan Boekenstein was de gast bij De Wereld Draait Door en daar was ook Maarten van Rossum. Maarten van Rossum had in zijn kielzoog een camera van Eén Vandaag en die filmde na afloop van de uitzending van De Wereld Draait Door. Toen was Van Rossum in gesprek met Boekenstein en toen zei Boekenstein, nou die Rutte die kan er eigenlijk niet zoveel van en ik vind Pechtold veel beter. Dat kwam Boekenstein op een hele hoop kritiek te staan, maar daardoor was Eén Vandaag gelijk helemaal in de picture. Dus het Binnenhof van hier gaat kijken of ze met een verborgen camera ook misschien een boekensteintje kunnen plaatsen. Doet hij het, Alex? Ja, volgens mij wel. Nou, Alex heeft hier een cameraatje gespeeld. En we gaan nu op zoek naar een Kamerlid voor een boekensteintje. We zijn hier voor een boekensteintje bij het Kamerlid Boris van der Ham van D66. Eens even kijken. Maar ja, oké. Dag Boris. Hey hier. Die Alexander Pechtold, dan vraag ik me af, hè? Ja. Kom je nog wel tot je recht bij hem? Want hij is zoveel meer in het nieuws. Ja, nou, dat is het probleem wel niet. We hebben genoeg te doen. Nee, het is veel meer heel andere dingen die... om dat nou op de televisie te gaan zeggen, dat is... Je wilde thee, hè, of niet? Ja, ik wil... Ja, okay. Ja, doe maar met... Of, dit is water, dit toch? Dit is gewoon koud water. Dat is gewoon koud water. Oké, okay, ja, koud water. Nee, maar weet je, het gaat hartstikke goed. En eigenlijk, als je ziet van hoeveel wat we allemaal kunnen doen, is het hartstikke veel. Daar zit het helemaal niet in. Nee, kijk, weet je, Alexander is... Maar waar zit gewoon een heel erg gespannen man, hè. Dus hij komt er heel vriendelijk over. Maar hij, ja, weet je, deelt hij bijna klappen uit, hoor, echt. Dus dat hij ook met naar stagiaires toe, dat hij heeft gewoon echt... Hij is ook naar ons, dat hij soms heel erg agressief kan zijn. Maar, dat weten mensen helemaal niet, maar dat is echt heel gek. Hoezo? Maar jij zegt dat hij heel erg fysiek is dan? Ja, maar goed, ik begrijp het ook wel, hè. Het is gewoon, oh ja... Hoezo? Maar moet dat, gewoon, maar hij is moet al heel die... aardig en heel beschaafd. Ja? En dan echt gewoon dat hij met pets, echt gewoon slaan. Maar dat is echt die opgekropte frustratie van al die spanning die jij heeft. Ja, dat weet ik niet, maar het is gewoon... misschien heeft hij een beetje losse handjes, ik weet niet, maar zo'n pets... Echt waar? Slaat hij wel eens? Ja, nou ja, goed, weet je, dat bedoel, het is een heel intensief bedrijf natuurlijk, de Kamer, maar ja, het is, ja. En maar goed, daar ga ik niet over, bedoel, dat kan gebeuren, weet je, dat gebeurt, het is een menselijke omgeving hier, maar het is heel gek. Maar heb je ook wel eens een klap van hem gekregen? Nou, bijna, ik moest echt een keer duiken, ja. Nee. Ja. Hoezo dan? Maar weet je, ik vind dat niks menselijks is ons vreemd, ik verhef ook wel eens mijn stem, maar ja, de anderen die hebben wat losse handjes, ja. Maar dat is iets wat ik helemaal niet in hem zoek of in hem heb gezocht. Nee, het is echt wel een groot geheim. Maar ja, weet je, ik begrijp het ook wel. Het heeft met die spanning van het politieke bedrijf ik te maken. Ik denk het, ja, dat moet er ergens uit. Nou ja, goed, dan, als we dat allemaal een beetje weten, dan... Ja. Maar heeft het dan meer op jou gemunt of op je collega echt Fatma? Nee, ik bedoel, het is echt gewoon wie er in de buurt is, die krijgt gewoon klap. Of dan moet je echt wegduiken, ja. 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 Ja, maar goed, weet je, zo hebben we allemaal wat.